met goed gevoel, maar ook wel een beetje weemoed. En ja, er zit zoveel van mijn ziel langzamerhand in het gebouw, alles wat hier gebeurd is. En het bedrijf, meer dan 180 jaar achter ons, zelf 54 jaar. Ja, dan heb je wel wat te beleven. Maar het voelt goed en het gaat er vooral om het bedrijf doorgaat. En dat is het allerbelangrijkste. Toen Wim op een gegeven moment geen opvolging had, nou, je kent elkaar al heel lang. En het, nou ja, zo ging dat eigenlijk gewoon heel geleidelijk. Het voelt ook niet echt als boem, nu zijn we eigenaar. Het is eigenlijk heel geleidelijk gegaan. De kerk is best wel afhankelijk van toerisme. Dat hebben we veel minder in het noorden. Dus we gaan gewoon hier alleen maar inventariseren. Hoe is het? Wat vinden jullie? Hoe zien jullie de toekomst? Wat zouden jullie willen? Wat is jullie wensenlijstje?